Tot gewest. Vanavond in Van Gewest tot Gewest. NOS laat regionale omroepen los. Volgend jaar gaan ze zelfstandig verder. Neeltje Lokerse uit Ierseke. Strijd en leed van een Zeeuws meisje uit de vorige eeuw. 10 jaar buurttoneel in Utrecht. Theater uit het leven gegrepen. Goedenavond, dames en heren. Bij de bevrijding van ons land in 1945 namen de geallieerde strijdkrachten radiozenders mee om zo de Nederlandse bevolking op de hoogte te houden van de toestand in ons land. Uit die zenders zijn kort daarna de eerste regionale omroepen ontstaan. De regionale omroep Noord en de regionale omroep Zuid. Intussen is er een heel netwerk van regionale zenders gekomen, al of niet onder de paraplu van de NOS. Volgend jaar zullen die omroepen die nu nog onder de NOS vallen ook zelfstandig worden. En vandaag was het voor die regio-omroep een heel belangrijke dag. Ze kregen namelijk de officiële zendmachtigingen uitgereikt. Van Gewest tot Gewest, dat wel onder die NOS-vlag blijft, was daarbij. En we gingen ook in het eigen archief voor een terugblik. Luisteraars, goedenavond. Hier is de NOS met een programma van de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma. Goedenavond, luisteraars. Overijssels programma, 240ste aflevering. Goedenavond, Lu. In deze groene groetzin besteden we vanavond aandacht aan verschillende onderwerpen. Goedenavond, luisteraars in Gelderland. In deze uitsturing krijg je een wiedwaardig verslag van de hearing die duurt in jouw het horen is door de bijzondere Radio Oost. Vanmorgen was het zover. Vertegenwoordigers van 5 regionale omroepen tekenden in Hilversum een overeenkomst met de NOS. Daardoor gaan ze in de loop van volgend jaar helemaal op eigen kracht verder. Een gedenkwaardige dag, vooral voor de Friese en Limburgse omroep die al vanaf 2 januari zelfstandig worden. Hartelijke gelukwensen. Dank u wel. Hartelijke gelukwensen. Met hun nieuwe start, op 2 januari dus, wens ik beide omroepen veel goede, informatieve, verstrooiende, culturele en educatieve programma's toe via de door hen, zoals u allen weet, zo hoog geschatte en door hun luisteraars zo gewaardeerde Radio 1. In hun kielzog volgen vroeg of laat in 1988 Omroep Gelderland, Omroep Overijssel, Radio Noord in tweeën dan, Groningen en Drenthe. Zij leggen zich zometeen, behalve Radio Drenthe, want dat bestuur verkoos de schriftelijke boven de lijfelijke afdoening, zij leggen zich zometeen vast op de verstrekkende resultaten die tot nu toe zijn bereikt als springplank voor zelfstandigheid. Uit handen van een vertegenwoordiger van minister Brinkman kregen Limburg en Friesland alvast hun eigen zendmachtiging. Wij duiken intussen even terug in de geschiedenis van de regionale omroepen. We beginnen in 1971, toen de RONO 25 jaar bestond. Dit is het gebouw van waaruit de regionale omroep Noord en Oost al die 25 jaar heeft uitgezonden. Het is de Prinsenhof, gelegen in het alleroudste deel van de stad. Hier is het in 1945 in een kleine ruimte begonnen. Op dit moment wordt de Prinsenhof verbouwd en in zijn geheel voor de radio ingericht. Ik moet u zeggen dat we toen wel in dezelfde ruimte zaten, maar dat die ruimte uiteraard heel anders was ingericht. Daar in de hoek ergens zat een kleine kast waar meneer Stappershoef in verborgen zat met zijn apparatuur. Bovendien was het dus zo dat er maar 1 studioruimte was in die periode. En de uitzendingen vonden toen plaats op zaterdagmiddag. En dan constateerde hier ook in dezezelfde ruimte het orkestje van Jopie Beerta. En dat heeft wel eens tot merkwaardige incidenten aanleiding gegeven. RON is ontstaan uit een omroep die daarvoor al was van het Militair Commissariaat. De OPMC, Omroep Provinciaal Militair Commissariaat, die al vanaf mei 1945 heeft gefunctioneerd. En daar was u ook bij betrokken?
Daar was ik bij betrokken, zei het dan dat ik pas in juni daarbij ben gekomen. Deze omroep is opgezet door Gijs Stappershoef, Ton Lutz en A. Marja, de dichter. Wij hadden één keer een opname bij het Pikmeer in Grauw. En toen waren daar twee wagens uit Hilversum, één voor de Wereldomroep en één voor de VARA. En die moesten van Scootjesiel een opname maken. En wij maakten opname met die, nou ja, een gewijzigde oude legerzet. Daar maakten wij opname mee, zo'n 20 minuten. En Hilversum, dat was gewoon pech natuurlijk, hè. Die hadden hele moderne zenders enzovoorts, maar die konden niets op de band krijgen. Het was gewoon pech hebben van die jongens, daar kon je ook niks aan doen. Dan 6,59. Toen de RONO in de jaren 70 was uitgegroeid tot één grote centrale omroep voor Noord- en Oost-Nederland, was de komst van Radio Friesland het begin van een decentralisatie die tot op de dag van vandaag overal doorzet. Wist nog goed het begoen is. Tusken u's, woord zitten? Ja, tusken u's. Het begin of het eind, wat bedoelste? Maakt het verschil? Radio Oost. Een goedemiddag, dit is tot 12:30 de streekradio van Overijssel en Gelderland met een programma voor bij uw boterham. De telefoonnummers in het district Hengelo veranderen vannacht. En we hebben een carnavalsingle, de een van de vele en dit keer van de Oelentoeters. Maar eerst de Bruce Springsteen, hij bezingt zijn Rosalita. U bent getuige van een opname voor Omroep Gelderland, de streekradio van de provincie Gelderland. Iedere vrijdagmiddag zullen we vanaf deze plek een uitzending verzorgen. Ik wil even het publiek in om te kijken of mensen weten wat Omroep Gelderland is. Mevrouw, ik ben aan het winkelen. Weet u wat Omroep Gelderland is? Nee, dat weet ik niet. Ja, doe maar. Op onze wal zo chic, wie daar om zit, dan klik. Ook welke toespreken zo lang tegen zeur het leiden. Uit het fotoalbum van Paul Tiemann, de eerste zendertechnicus, weten we hoe die eerste mobiele legerzender van de ROZ eruit zag. In gebruik als steunzender werd dit mobiele geval in opdracht van de toenmalige regering Schermerhorn gebruikt voor regionale radio. Op 24 december 1945 hield de toenmalige minister van Leeuwen van OKNW een op de platen opgenomen radiotoespraak. We zullen misschien nog eens even een stukje ervan kunnen beluisteren. Het is mij een voorrecht, luisteraars, naar aanleiding van de opening van de regionale omroep Zuid, enkele woorden tot u te mogen richten. Dagelijks om 7:00 PM begint in de studio van de ROZ aan de Van Hasseltkade in Maastricht een uurprogramma over van alles en nog wat in Limburg. Hier is Maastricht, de Nederlandse Omroepstichting met het programma van de ROZ, dames en heren. Goedenavond. Nieuws, commentaar, cultuur, sport, industrie en wetenschap zijn zo'n beetje de bronnen waaruit men dagelijks dat programma distilleert. Dag heet niks mogen, zo is het. Bij deze jubileumviering van de ROZ was alles nog pijs en vree. De ROZ kwam in de problemen toen de kritische toon van de zender veel luisteraars, maar vooral de bestuurderen, een doorn in het oog werd. De klok moest terug, vond men. De klok terug, zet de biechtstoel maar weer in de boen was. Druk weer op de knieën. Dat kump hoogheren goot van pas, ze worden dikker lastig. Daar hoor je dan opmerkingen van de ROZ is te links, de ROZ is te eenzijdig, de ROZ doet niet aan positieve berichtgeving. De ROZ is geen zender die Limburg promoot. Enfin, een aantal kreten die kennelijk belangrijk zijn voor mensen die Limburg wat hoger willen opstoten in de vaart der volkeren. Maar ik denk dat dat geen journalistiek uitgangspunt is. 38 jaar stongen ze, vuurskloppers in het meer zo braaf. Terug naar vandaag. Gaat er vergeleken bij de ROZ met de nieuwe Stichting Omroep Limburg vanaf 2 januari opnieuw veel veranderen? Nee, er is een winterprogramma gemaakt en dat winterprogramma wordt gewoon uitgevoerd. De veranderingen zullen langzaamaan ontstaan. Waardoor, omdat we dus een eigen programma, een hele nieuwe programmaraad hebben met waarschijnlijk, of al zeker zover ik weet, eigen ideeën. Die zullen uitgekristalliseerd worden. Wij zijn onderweg om een nieuwe hoofddirecteur-redacteur of hoofdredacteur-directeur te aan te stellen. Onderweg, weet u nog niet wie het is? Ik weet wie het is, ja. Zegt u het dan eens? Nee, dat zeg ik niet. Ik vind dat ik niet mag zeggen als de man het niet weet. Oh. Maar vindt u niet dat hij wat laat benoemd wordt dan?
alle plannen zijn al in kannen en kruiken blijven. Nee, hij moet op een rijende trein springen straks. Nou, ik weet het niet, maar ik sta nog verbaasd dat wij op die flitsend voorbijrijdende trein... dat wij daar nog hebben kunnen aanhaken en dat we erin zitten. Blijkbaar in de eerste wagon. Nou, bij de meeste journalistieke bedrijven is het zo dat de hoofdredacteur het beleid bepaalt programmatisch. Dus ik neem aan dat ook de toekomstige hoofdredacteur van Omroep Limburg zal bepalen van of er een ander geluid überhaupt moet komen. En dat andere geluid is tot nu toe niet voorgeschreven door het bestuur van Omroep Limburg? Niet aan mij en ook niet aan mijn collega's, zover ik weet. Dus wat dat betreft is het voor mij ook nog een verrassing. Ben je er gelukkig mee met de switch? Nou, ik ben nog niet ongelukkig in elk geval. Dat kan ik nog worden, maar nog niet. Wordt de positie van de omroepen nu in de toekomst niet kwetsbaarder dan die was? Ik denk het wel. Het gevaar zit erin. De midden lopen er terug. Nou, het geld maakt toch voor een belangrijk deel uit hoe kwetsbaar je bent. Aan de andere kant hebben wij in het noorden, ook Friesland, collega Friesland... buitengewoon hoge luistercijfers. Hè. Dus 1 op de 4 in dat gebied luistert naar de regionale omroep. Ik denk dus ook, als wij daar goede programma's blijven maken... dat ze daarvoor willen betalen. En ik vind ook dat het bestuur wat aangetreden is... want dat is ook altijd afwachten... onder voorzitterschap van oud-burgemeester Buiten van Groningen... daar ben ik ook heel erg gelukkig mee. Want zo'n bestuur bepaalt zeker in zo'n beginfase... ook heel erg je overlevingskansen. Omroep Drenthe was het niet vandaag. Het bestuur had geen zin in een feestje. Het vindt dat het door de NOS eerst een deel van het personeel van Radio Noord door de strot gewrongen kreeg en daarna pas de zendmachtiging. Onzin en onjuist. Een verkeerde interpretatie van de werkelijkheid. We hebben vanaf elk moment duidelijk gemaakt aan de Omroepraad, ook aan de Omroepraad aan Radio Drenthe in een heldere brief, dat pas nadat er overeenstemming met de NOS zou zijn bereikt, Radio Drenthe aanspraak kon maken op een zendmachtiging. Was men hier vandaag geweest, dan had men, en ik deel hem dat bij deze mee, namens de minister een zendmachtiging kunnen krijgen. Want de overeenstemming is er. Alleen, ze hebben hier de handtekening niet willen zetten. Dat is voor Drenthe hoogst merkwaardig. Voor u een klein smetje op een feestelijke dag? Absoluut niet. De handtekening komt, daar vertrouw ik Radio Drenthe voldoende voor. Alleen, we doen dat per post. Het is jammer dat Drenthe die zendmachtiging vandaag niet uit handen van de vertegenwoordiger van de minister heeft kunnen krijgen. Maar ook die krijgen ze toegezonden. En dat is misschien een stuk makkelijker voor Drenthe. Maar ik wens Drenthe, evenals alle andere regionale omroepen in Nederland die nu zelfstandig gaan worden, erg veel geluk en goede programma's. Op de goede toekomst van de regionale omroepen. Een harde vrouw eigenlijk. Zelfstandig, ze ging haar eigen gang. Zeer vriendelijk. Zeer toegankelijk. Ze was ook een flinke strijdster, hè? Want, als er maar iets haar tegen zat, heeft moeder wel ze mij verteld. Nou, dan ging ze erop af en als het dan niet met woorden kon, dan haalde ze de politie erbij. Moeder zei, ze was altijd in de kliens met een en ander. Het was ook wel weer zo dat ze niet alleen strijdbaar. Zij had ook wel gevoel voor humor, hoor. Zo was het ook wel weer. In het Ierseke van 1868 werd Neeltje Lokersen geboren. Het dorp maakte in haar jeugd grote veranderingen door. Door de snelle opkomst van de oester- en mosselhandel. Als de andere meisjes volgde Neeltje 6 jaar de dorpsschool en daarna was het of werken in de visserij of dienstbode worden. Neeltje Lokersen werd dienstbode toen ze 22 was en ging naar Goes. Zoals zoveel Zeeuwse meisjes werkte ze vervolgens in de grote stad, dat was vaak Amsterdam of Den Haag, voor verschillende mevrouwen.
Maar toen ze 33 jaar was, in 1901, kreeg Neeltje een kind van een getrouwde man. Dat kwam nogal eens voor in die tijd en het was zeer ingrijpend voor de vrouwen die het overkwam. Een onwettig kind was in die tijd echt een ramp, want je werd als vrouw daarop aangekeken. En de heren konden in de meeste gevallen vrij uit. En dat was ook precies hetgeen waar Neeltje voor in de bres is gesprongen. Zij wilde dat er een onderzoek ingesteld kon worden naar het vaderschap. En daar heeft zij zich in die tijd heel erg voor ingezet. Het onderzoek naar het vaderschap was verboden? Het onderzoek naar het vaderschap was inderdaad verboden. En dat betekende dat vrouwen die met een kind bleven zitten, daar niets aan konden doen. Ze werden door hun omgeving beschouwd als gevallen vrouw. En meestal konden ze hun baan ook wel vergeten zoals ze die hadden. En veel van deze vrouwen zijn dus ook in de prostitutie terechtgekomen. Neeltje Lokersen heeft dat op een nogal bijzondere manier aangepakt. Zij vond het zo vreselijk dat zij dus met een kind was blijven zitten, dat zij vond dat ze een daad moest stellen. En zij heeft in 1902 een revolver afgetrokken, zoals ze dat zelf zo mooi omschreef, op de vader van dit kind. En dat gebeurde in het kantongerecht in Den Haag, waar die man op dat moment werkzaam was als zaakwaarnemer. Hij was een soort rechtskundig adviseur. En het verhaal gaat dat zij met het revolver in de kinderwagen naar het kantongerecht is getogen. Zij is opgepakt nadat ze hem in de vestibule van het gebouw had beschoten. Heeft 4 maanden vastgezeten. En is uiteindelijk vrijgesproken, dat wel. Maar ze had haar zin gekregen, want voor de rechtbank kon ze verklaren wat deze man haar had aangedaan. En zij sprak daar natuurlijk niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle andere vrouwen die hetzelfde was overkomen als haar. En vanaf dat moment heeft zij zich ontpopt als een strijdster voor het opheffen van het verbod op het onderzoek naar het vaderschap. Toen ik haar voor het eerst ontmoette, toen waren mijn man en ik er nog verloofd. En haar moeder stelde mij aan haar voor dat ik bij hem hoorde. En toen, maar ze zei geen woord, zat ze op haar handen te kijken. En ineens zei ze, dat vond ik ook heel vreemd. En daar was ik weer boos over. Als ze nou een kind van hem verwacht, herkent ze dan het vaderschap? Ik wist niks van de verleden af. Nou, ik was zo razend. En nou, moeder, die zuster, dat wat. En toen heeft moeder dan, na afloop, mij helemaal verteld wat er overkomen was. In kranten plaatste Neeltje advertenties voor lezingen die ze door het hele land hield. Ze sprak dan over de wet op het vaderschap, maar eveneens over de rechten van dienstbodes, prostitutie en bordelen. De lezingen werden gedrukt en verkocht. Daar leefden ze feitelijk van. Maar ze verkocht die boekjes toch, met een zekere glorie. En je wist, daar gaat Neeltje weer. Bij weer en wind, met die grote kap en die zwarte rok zo op de fiets dan maar door Scheveningen heen. Advertentie werd een dagmeisje gevraagd. Was loon bij, 4 gulden in de week. En toen moest ik daar naartoe voor mijn moeder. Hoe oud was u toen? 14 jaar. Jong nog, hè? Ja, met je 11 jaar ging je van school af en dan moest je wat gaan verdienen. Hè? Ja. Dus, hoe was Neeltje Lokers om voor te werken? Nou, een hele ernstige vrouw. En ik heb haar nooit zien lachen of gekheid zien maken of zo. En, ja, je moest je werk doen, dat zei ze, wat gedaan moest worden. En verder was ze veel weg. Als zij dan bij mijn grootmoeder zat, dan kon zij soms, nou wel 10 minuten. En dan zat ze maar in haar stoeltje. En mijn grootmoeder was nogal een bezig iemand, die zat altijd te stoppen of te breien. Maar zij zat daar dan bij. En dan kon ze zomaar zo voor zich uit zitten kijken, zo, zo, zo. En dan herinner ik me nog goed dat zij zei tegen mijn grootmoeder, ma, mijn grootmoeder heette van voornaam ma, ma, staar je ook wel eens? Nee, zegt ze, nee, wat voor praat is dat nou toch? Daar heb ik geen tijd voor, hoor. Maar dan was zij bezig natuurlijk met haar, hè? Wat moet ik nou verder met die zaak? En,
Hè? Of met haar lezing of wat ook. Jij doet nu onderzoek naar haar voor een scriptie, voor de studie geschiedenis. Het onderzoek is heel moeilijk, hè? Waarom is dat? Het onderzoek is in die zin moeilijk dat het af en toe nauwelijks te achterhalen is waar Neeltje allemaal in Nederland actief is geweest. Want ze was weliswaar aan het begin van deze eeuw een hele bekende vrouw. Je zag haar portret ook in de kranten staan als de bekende Zeeuwse dienstbode, die deze avond zal spreken bijvoorbeeld. Zij zelf heeft in haar brochures weinig concrete aanwijzingen gegeven. En bovendien is het zo dat in de Tweede Wereldoorlog een gedeelte van haar persoonlijke bezittingen, haar dagboeken, haar brieven, haar aantekeningen, verloren is gegaan bij het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Hoe zou jij haar karakter beschrijven? Het is zo moeilijk om iemand te beoordelen, maar ik denk dat ze nogal wispelturig was, zeer hardnekkig in de zaken die ze wilde bewerkstelligen. Ik denk ook dat ze niet voor de poes was. Ze was echt wel een dame waarvoor je uit moest kijken. Bij mij wezen. En niet zitten keren tegen het jochie. Kom jij nou helemaal uit je bouw om mij dat te vertellen? Het jochie, dat kent nog niks. Hij komt net van school. Hij moet zijn vak nog leren. School? Weet je wat ze op die scholen leren? Hoe ze een uitkering aan moeten vragen? Dan praat jij net als je baas, jij. En zorg jij nou maar dat jij die jongen het vak leert, want ik kijk jou er ook op aan. Ah, oké. Hé, je maakt wel een klein beetje om je rekening denken. Want je gaat me hier toch die niet keer? Niet horen jij een band van het werk? Van die jij het zo vriendelijk vraagt. Vandaag moet een glaswol worden gespijkerd onder de benedenkamers. En dat is wel een klusje voor jou. En ik dacht dat ik met de timmerman kozijn hem gaaf zetten. Vandaag moet er glaswol worden gespijkerd onder de benedenkamers. Dat is wel een klusje voor jou. Het gaat dus net een meter hoog, moet ik door de hele dag ingelegd. Dat vind jij toch wel prettig op je rug te leggen? En moet ik het alleen doen? Nee, ik zal je hand vasthouden. Nou goed. Weet je wat ik wel eens zou willen? Werken waar je wat verliet. En die één dag ineens 6 weken achter elkaar. Leer nou eerst eens een keer werken, want je houdt het werk te veel op. Ja, omdat ik kansen krijg. En nou genoeg geluld aan het werk en meteen. Toneel uit de Utrechtse arbeiderswijken. Buurttoneel noemen ze het zelf. Het gaat om theater waarbij het leven van arbeidersmensen uitgangspunt is. Als eigen naam heeft men gekozen voor Stut. Stut bestaat nu 10 jaar en ter gelegenheid daarvan is een jubileumstuk gemaakt. Hieraan doen mensen mee uit 8 Utrechtse wijken, waarbij veel jongeren. Uitslovertje. Ploeteraadje. Voor 160 piek in de week. Maar hij heeft tenminste werk. Iedereen moet toch onderop beginnen? Ja, en dat zeggen ze dan. En jullie geloven dat? Born to lose. Hé, hey, Jeroen, hey. Kruip eens even in het gat. Hé, hey, Ron, we gaan het niet vertellen, hoor. Ron, erop! Hoezo? Wat moet ik daar dan doen? Ga jij maar eens even glas opspijkeren, onder die vloer daar. En moet ik daar dan in? Het is nog geen meter hoog. Ja, zo zijn we ook begonnen. Leer jij eerst maar een halfjaartje werk. Hé, hey, Ron, hou nou op, jongen. En weet je wat Jeroen zou willen? Weet je wat die ze willen? Hey, kom maar op, jongen. Ben je Groen de Kriek? Ben verdomme timmerman. Een echte vakman. Doet zelf, klootzak. En dat alles zou Jeroen willen. Maar Jeroen zegt... Ja, baas. En kruipt in het gat. Zonder handschoenen. Zonder stofmasker.
En daar ligt hij dan, hoor. De hele dag op zijn rug. En overal jeukt het glas vol. Op zijn gezicht, op zijn handen. Maar hij heeft tenminste werk. En dan... Verdomme, luister naar bed! Dan gaat Jeroen naar huis. Huilend loopt het zus duin naar Utrecht. Helemaal van de kaart. Komt hij thuis bij zijn mami. En dan stopte hij het jochie nog eens lekker onder de wol. Ach, en een maand later... lachen ze hem op de bouw nog uit. Maar hij heeft tenminste werk. Jij misselijk klein chagra. Stut, dat is een organisatie van een aantal toneelmensen. 7 mensen dus met een toneelopleiding. En die hebben zich in 1977 georganiseerd... omdat ze hadden geconstateerd... dat het toneel niet functioneerde voor gewone mensen. Die zijn toen de buurt ingetrokken, hebben tegen buurtbewoners in de wijken gezegd... willen jullie toneel maken met ons? Wij helpen jullie erbij, jullie spelen. En laat dat gaan over de dingen die jullie meemaken. Dat is eigenlijk nu 10 jaar aan de gang. Ja, het is jullie werk. Het is ons werk, ja. Stut is eigenlijk ondersteuning. Stut in mijn stut, die ondersteunt in mijn rang. Wij ondersteunen de buurtbewoners bij het maken van een toneelstuk. Ja. Jullie maken zelf je stukken, geloof ik, hè? Ja. Met behulp van de mensen uit de buurt? Nou, je kunt het beter omdraaien. De mensen uit de buurt maken de stukken met behulp van ons. Het is meestal zo dat we dus vanuit hun ervaringen of verhalen het stuk opbouwen. Die vertellen ze eerst. Wij maken dan naar aanleiding van die verhalen improvisatieopdrachten. En die worden dan uitgewerkt. Wij leggen dat vast, schrijven daar aanleiding daarvan de definitieve tekst. En studeren het met hun in. 1, 2, 3, 4... Het jubileumstuk van Stut is een avondvullende muziektheaterproductie geworden... waarmee men ook het land in zal gaan. Aan het maken en instuderen van het stuk is meer dan een jaar gewerkt. Toen ik een jochie nog was, ging mijn vader elke dag. Heel vroeg op weg naar zijn werk. Ik zag hem gaan, zo groot en sterk. Heel vroeg op weg naar de bouw. En dat was net wat ik wou. Toen ik 1 jaar of 11 was, liep ik met een vriendje van me door de stad. En daar zag ik het weer. Dat huis. Kolossaal groot. Enorme ramen. Ik zeg tegen mijn vriendje, zie je dat huis? Dat heeft mijn vader aangebouwd. Zijn handen hebben die specie uit de kuip gehaald. Zijn handen hebben die stenen vastgepakt. En laag voor laag de lucht ingewerkt. Dat huis, dat is mijn vader. Toen ik van de ambachtsschool kwam, mocht ik eindelijk mee met hem. Mijn moeder smeerde ons brood, mijn stapel extra groot. En toen, op weg naar de bouw, liep ik daar zo trots als een pauw. Werken niet meer op school, werken een jongensroom. Mijn eerste verdiende loon. Werken niet meer op school, werken een jongensroom. Mijn eerste verdiende loon. Er komen in dit stuk verschillende generaties aan bod, geloof ik, hè? Ja. Hoe heb je dat gemaakt? De leeftijden van mensen zijn van 15 tot 72 jaar. Nou, en alles wat ertussen ligt, dat geeft al een dramatische spanning op zich. Want mensen op oudere leeftijd hebben hun leven lang vaak hard gewerkt. Zijn daar nou klaar mee, zal ik maar zeggen. Niet dat dat zo'n mooi afgerond proces is. Dan heb je een groep mensen die nu nog werken op dit ogenblik, waarin de werkdruk behoorlijk aangescherpt wordt. En de jonge generatie die zit met de vraag, ik wil ook gaan werken, maar moet ik dat doen zoals mijn vader en mijn opa dat hebben gedaan? Dus die zitten daar onderling over in conflict. En dat is ook eigenlijk het karakter van het stuk, van hoe sta je tegenover de plaats die werk in je leven heeft? Ga je daar tegenaan of zeg je we blijven lachen? Ja. En die ouderen die zijn nog wel eens wat teleurgesteld over hoe het alles gelopen is, geloof ik. Ja, die ouderen zitten heel erg met het gevoel. Je moet ook voorstellen, dit is precies die generatie die na de oorlog het land heeft opgebouwd. Een man die vaak 2 diensten tegelijkertijd draaide.
Een vrouw die zich altijd in dienst heeft gesteld van het werk van een man. En die zit er nou heel vaak met het gevoel van... waar hebben we het in godsnaam allemaal voor gedaan? Zeg dat gelogen is. Zeg dat we het wel ergens voor gedaan hebben. Hé, hey, zeg dat het niet waar is, de verhalen die ze nou vertellen. Wij hebben toch nooit geklaagd? Jij bent toch nooit met de pesten de fabriek ingegaan? Jij hebt toch nooit gezegd, zak me door de grond met die rotfabriek? Je kan toch niet altijd je mond blijven houden? 'S morgens om 5:15 hielp ik hem de deur uit. En dan die fabriek in. Ja, die loop waren ze zo gewend. Kun je dat niet de strijkbout pakken als je die fabriek hebt gehad, weet je? En dan die fabriek in. Die gang waren jullie zo gewend, weet je? Omdat je het zicht erbij hebt, ja? Begin dan maar eens bij die fabriek, ja. En dan die fabriek in. Pak die strijkbout. Ja, die gang waren jullie zo gewend. Gaat u wel eens naar een toneelstuk, een gewoon toneelstuk, kijken? Nee, wel van buurthuizen, maar niet naar Schouwburg, want het is allemaal veel te duur om op te brengen. Ja. Dus, en die stukken die wij willen zien zoals wij spelen, dat zie je toch niet? En wat wil die u dan gewoon zien? Die gewoon, nee, gewoon van de gewone mensen. Ja. Je kan met een kwartier toneel, zoals wij dat doen en zoals de Stut het voorstaat, kun je in een kwartier meer zeggen als een redenvoering van een halve dag. Omdat je de mensen laat zien wat, of de problemen zijn waar mensen mee zitten. Hoe of zij die beleven, de emoties. En hoe of je gepakt wordt door mensen. Ja, dat geldt ook voor mij, ja. En speelt u zichzelf in dit stuk? Of, Ja, stuk wel, ja. Er is dus een moeilijkheden van werksters. Heeft u het in de praktijk ook meegemaakt? Ja hoor, heel vaak. En nu weer. Nu werk ik op een schooltje. En nou, ik las in de krant dat ze daarop willen bezuinigen. Nou, dan moet ik dat schooltje schoonmaken in dezelfde tijd, maar voor minder geld. Hé, ben je alleen? Nee, maar kom maar hoor, net bij me. Kijk, hé, moet kijken. Ja, hier met die. Alle hoeken kijken meer raad. Kijk dan. Hé, hey, hartstikke idee. Zo, hé. Hé, gekregen van mevrouw Van Nispen. Ze zegt het werk efficiënter. Ik zeg, wat zeg je? Krijgen we meer centen? Hé, hey, hebben die een paar roodschaatsen bij kunnen vragen? Gaat het nog sneller gerald? Krijgen wij die ook soms? Elke afdeling krijgt er een. Oh, gaat dat zo? Hé, hey, en toen was ik aan de beurt. Ze zou mij wel eens even leren hoe of ik moest vegen. Ziet van Hooyen met die uitgestreken smoel? Ging ze hier staan? Moest er weer een meter aan de kant? En dan ging mevrouw, hoor. Waarom ben je niet goed meer? Want het waaide veus van stof op. Daar had ze nou een nieuwe methode voor uitgevonden. Het was nou zo. En wij me heel serieus. Ja, mevrouw. Nee, mevrouw. En ze veten de poorten ook nog af aan mijn schort. Ja, het is een scène die gebaseerd is op een interview dat ik gehouden heb met schoonmaaksters uit Ossendrecht. Die werken als ploeg van 30 mensen in de Wilhelmina-kazerne. En deze vrouwen hebben vorig jaar een dag gestaakt om verandering te brengen in die werkdruk. En ik heb vorig jaar met 3 van die vrouwen die toen gestaakt hebben gepraat. En de scène die nu in dit stuk zit, is voor een groot gedeelte op deze ervaring van die vrouwen gebaseerd. En gecombineerd met ervaringen van vrouwen in dit stuk die zelf ook schoonmaakster zijn. Niet meer, werkt u niet.
zij zien hoe het zwakke zich sterk in verzet. U zag Buurttoneel Stut. En vanavond is de première van de jubileumproductie en die wordt gehouden in de Utrechtse stad Schouwburg. Volgende week opnieuw toneel. In de Bijrol heet het dan. En dat is meer een voorlichtingsprogramma. En het is een stuk waarmee de gemeente Amsterdam informatie wil geven aan mensen die een minimum inkomen hebben. Verder aandacht voor 0 promiel, een actie in Twente tegen alcohol in het verkeer. En u ziet een reportage over de streektaal in Drenthe. En tenslotte gaan we naar het eiland Neeltje Jans. Wat er op dit voormalige werkeiland aan de hand was, dat ziet u nu in het volgende fragment, waarmee we ook deze uitzending afsluiten. Graag tot volgende week. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gereed en in functie. Als afsluitend klusje moesten de laatste gereedschappen en materialen nog worden opgeruimd. Die zijn nu in het openbaar verkocht. Woensdag in Van Gewest tot Gewest, uitverkoop bij Neeltje Jans. Evenementen op het gebied van kunst, cultuur, recreatie en toerisme. Nu in Wie, Wat, Waar en Hoe Laat. Dit is een fonograaf. Het is een kopie van de fonograaf waarmee Edison in 1877 voor het eerst in de geschiedenis geluid kon vastleggen. Een stalen pennetje etste het geluid in een strookje tinfolie. Precies 100 jaar geleden ontwierp Emil Berliner een platte schijf die aan twee kanten bespeelbaar was, de grammofoonplaat. Het afspelen ging nog akoestisch. De groeven in de plaat lieten via een naaldje de lucht in de geluidshoren trillen. Naast die gigantische horengrammofoon zijn natuurlijk vele andere grammofoons nog op de markt verschenen. Onder andere dit apparaat van His Master's Voice fabrieken, wat eigenlijk het allerlaatste is op gebied van de akoestische weergave. Dit apparaat is voorzien van allerlei snufjes. We zullen dat even in werking brengen. We moeten hem natuurlijk even opdraaien, opslingeren, zoals men wel eens noemt. Want anders doet hij het natuurlijk niet. Mocht het elektriciteit ophouden te bestaan, dan trekt dit apparaat zich daar helemaal niets van aan. Ook is het apparaat voorzien van een volumeregelaar door middel van het dichtdoen van de deurtjes. Een jaar nadat dit model in 1924 op de markt kwam, werd de ingenieuze akoestische horen vervangen door een elektrische luidspreker. Opzij zaten twee knopjes om het volume te regelen. Nu, 50 jaar nadat deze laatste akoestische afspeler verdween, lijkt ook voor de grammofoonplaat het eind in zicht. Een reden te meer om in het Fonografisch Museum in Utrecht nog eens terug te kijken op 100 jaar grammofoonplaat. Thank you.
Leonie Jansen, die al in verschillende tv-programma's optrad als zangeres en presentatrice, heeft ook een eigen theatershow, getiteld It's Reverberation Time. Daarin toont ze zich een veelzijdige zangeres met een onmiskenbaar talent voor imitaties en absurde parodieën. I'd like to have a party and dance a wild fandango, but I need someone to hold me because it takes two to tango. I can listen to some music or enjoy a mango, but when it comes to dancing, it takes two to tango. Two to tango. Two to tango. I don't mind to do the two-step or try the Harlem Shuffle. If you want me slow and easy, I'd like to look unruffled. But please don't extra cautious looking tough like Rambo. If only you could hold me, cause it takes two to tango. Two to tango. Two to tango. So don't you just sit there like you're in a trance. Let's dance! Let's dance! Come on, let's have a party. While slowly waltzing clockwise, let's rock and roll like crazy until we see the sunrise. And if you're feeling lazy, we won't do a mambo. As long as you just hold me, cause it takes two to tango. Een Duitse machinefabriek bestaat 125 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben 11 kunstenaars van de fabriek de mogelijkheid gekregen om in samenwerking met ingenieurs en medewerkers van de productieafdeling kunstwerken uit staal te vervaardigen. Uitgekozen werden kunstenaars uit 7 landen die een overzicht laten zien van de uiteenlopende stromingen op het gebied van de monumentale beeldhouwkunst. De expositie is in 5 Europese parken te zien geweest. De laatste mogelijkheid om deze beelden te zien is nu in het Van Tijpark in Dordrecht. Als het eb is in de Oosterschelde, kan men over de fundamenten lopen van het dorpje Nieuwlanden, dat in 1530 in de golven verdween. In de modder liggen de restanten van het middeleeuwse dorpsleven. Stukken van leren schoeisel, botten en scherven. Deze pelgrimsinsignes komen daar ook vandaan. De bewoners van Nieuwlanden namen ze mee uit bedevaartsoorden die ze in heel Europa bezochten. Afbeeldingen in tin en lood van de heiligen met hun symbolen. Klein, gedetailleerd, met ieder hun eigen verhaal. Honderden zijn ervan gevonden in Zeeland. En de mooiste zijn in het Zeeuws Museum in Middelburg te zien. Op zoek
naar de Gouden Eeuw. Een tentoonstelling van Nederlandse schilderkunst uit de periode 1780-1850. Toen lieten vele schilders zich inspireren door beroemde voorgangers uit de Gouden Eeuw. Olga Zuiderhoek en Loes Luca spelen Parking. Absurd theater rond twee zonderlinge dames die zich op een parkeerplaats onder de rokken laten kijken. De komende tijd zijn er weer op diverse plaatsen circussen. Onder meer in het Amsterdamse Carré, dat precies 100 jaar geleden als circustheater begon. Carré stelde zelf een programma samen van topnummers uit de hele wereld. Aanstaande zondag nemen in Den Haag 6 jeugdige circussen deel aan het Jeugd Circus Festival. Goed zo. Herman Brood is niet alleen rock'n'rollster, maar ook beeldend kunstenaar. Daar hebben mensen geen weet van. Zijn vaak stripachtige, geestige tekeningen en schilderijen hangen in Hoofddorp. Hoe moet Nederland eruit zien in het jaar 2050? De tentoonstelling Nieuw Nederland, onderwerp van ontwerp, toont 4 toekomstontwerpen, gebaseerd op verschillende politieke visies. Maquettes, diaseries en video's over het Nederland van de toekomst. Zo'n 500 objecten van kunststof illustreren op de expositie 100 jaar plastic dat het materiaal van de toekomst nu al een boeiend verleden heeft. Wegens groot succes verlengd tot en met 3 januari. Rudy Fuchs neemt afscheid van het Van Abbe Museum. Ter gelegenheid daarvan wordt zaterdag de tentoonstelling Regenboog geopend over het kleurgebruik in schilderijen. Iedere Nederlander weet wanneer je het in de Achterhoek het groen anders uitziet dan hier aan zee, omdat het licht anders is. Het licht reflecteert van de zee. En zo heb je ook schilders die aan zee werken en je hebt schilders die werken in het binnenland van Europa. Die hebben dus een heel ander soort van kleurgamma. Bijvoorbeeld, er is één schilder in de tentoonstelling die heet Kirkeby, is een Deense schilder. En dan zie je dus heel duidelijk dat hij in het gebruik van zijn groen en zijn blauw, dat het een schilder is die uit een land komt waar wat omringd is door water in het noorden. Terwijl er een andere kunstenaar is, Luciano Fabro, die heeft dus het omgekeerde gedaan. Die heeft in de baai van Napels, heeft hij op een aantal doeken, heeft hij het verloop van het licht bij de zonsondergang laten zien. Dus in de Mediterrane streek, in de nabijheid van Afrika en een heel andere omstandigheden. Nou, en de bedoeling daarvan is om dus met een aantal kunstenaars, zoals dus Fabro, die kerk, maar ook een kunstenaar als Gerhard Richter, een Duitse schilder, die was uit de grote stad en die is als het ware heel mechanisch en heel industriële kleuren gebruikt, heel glad. De bedoeling is om laten we zeggen, aan te wijzen op die enorme rijkdom die er in Europa is en allerlei verschillende benaderingswijzen van datgene waardoor het schilderij als het ware het meest tot ons spreekt, namelijk de kleur en het oppervlak. Dus het gaat niet alleen de kleur, maar ook de manier waarop de verf is gebruikt. Is het glad geschilderd? Is er gekriebeld? Is er geknoeid? Dat zijn die rijkdom van Europa is van enorm belang eigenlijk om daar die te onderstrepen. Omdat naarmate Europa alsmaar meer een eenheid dreigt te worden, wat politiek en economisch misschien van enorm belang is, is het enorm van betekenis om ervoor te zorgen dat die verschillende regionale tradities die er in Europa zijn, dus Oostenrijk, Italië, Spanje, het noorden, het westen, het zuiden, het oosten, dat die wel blijven bestaan als autonome, als culturele traditie. Omdat je anders, laten we zeggen, een soort van gelijkschakeling krijgt in de beeldende kunst. Wat de beeldende kunst uiteindelijk gaat om het specifieke en het bijzondere, niet om het algemene.
Een zilveren rammelaar uit de 19e eeuw maakt deel uit van de tentoonstelling Nederlands Klein Zilver in het Frans Hals Museum in Haarlem. De tentoonstelling bevat meer dan 150 zilveren gebruiksvoorwerpen uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Zoals accessoires bij klederdrachten, naaigerij, allerlei soorten doosjes en voorwerpen die gebruikt werden bij eten en drinken. Kleine zilver was in gebruik bij de gegoede burgerij. Speciaal voor de tentoonstelling werden van andere musea enkele schilderijen geleend waarop de mensen met hun kleine zilveren voorwerpen zijn geportretteerd. Zodat een indruk verkregen wordt hoe dit kleine zilver gebruikt of gedragen werd. In 1790 bijvoorbeeld droeg de kleine Dionijs Eliasszoon, toen hij door zijn grootvader werd geschilderd, een zilveren ketting met daaraan zegelstempels en zilveren gespen op zijn schoenen. Dergelijke voorwerpen zijn ook op de tentoonstelling terug te vinden. Shokiku-revue, een van oorsprong Europese vorm van entertainment in een Japans jasje. In een wervelende show brengen tientallen vrouwen een bonte mengeling van traditionele Japanse zang en dans en westerse shownummers. Dat de Japanners dol zijn op imiteren, wordt ook met deze show weer eens bewezen.